Ik heb echt een mega, mega, mega leuk weekend gehad. Echt superleuk. En ik denk toch wel dat ik kan zeggen dat ik officieel verliefd ben. Een hele goede morgen en welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag en dit wordt mijn plek voor vandaag. The place to be for me. Ik ben echt zo kapot moe. Ik voel gewoon een keelontsteking opkomen. En verder is mijn lichaam echt helemaal gesloopt. Ik zie er ook niet uit, dus vandaar dat ik maar even zo film. Ik heb net een ontbijtje gemaakt en ja, dit wordt mijn plek voor vandaag. Er staat nog niet veel in voor vandaag, voor op werk. Dus ik hoop gewoon dat ik thuis mag blijven. Had ik ook al aangegeven. En eigenlijk wilde ik dus naar mijn date gaan. Eerder. Alleen, ja, ik denk dat ik toch maar even rust thuis neem. Ik denk dat dat beter is. Zo, van een douche knap ik altijd wel even op. Ik heb de hele dag in bed gelegen. En net even lekker gedoucht. En nu ga ik op naar Eindhoven, want ik hoef niet te werken. Dus dan kan ik daar even tot langer zien. Yes. Oh. Ik ben echt eventjes lekker weer bijgeladen. Had ik echt nodig. Goed. Spullen pakken en gaan. En wat trouwens echt mega relaxed was. Ik had die whipped body cream weer gebruikt. Whipped body cream? Nee, die whipped body scrub. En toen dacht ik daarna, oh, ik kan mijn benen wel weer scheren. Maar dat is echt super relaxed. Want dan gebruik je dus die whipped body scrub. Dan scrub je lichaam mee in. Dan spoel je het af. En dan blijft het zo lekker, ja, niet echt vettig. Ja, een beetje vettig. Laagje achter. En dan hoef ik eigenlijk helemaal geen scheerschuim of wat dan ook meer te gebruiken. Want dan is mijn huid gewoon al lekker vettig van zichzelf. Dus dan kan ik makkelijk scheren. En nu voelt het helemaal niet meer vettig aan. Nou is het gewoon, als je het dan daarna afdroogt, dan blijft er gewoon een lekker zacht laagje achter. Echt heerlijk. Oh. Ik vind hem echt super lekker. En dan die geur van kaneel en sinaasappel. Oh, dat is echt mijn ding. Oké, goed. Ja, je merkt het al. Ik kan echt heel erg omschakelen. Van mijn ochtends heel erg rot en vervelend voelen. En 's middags dan wel weer oké zijn. Maar dat is echt, dan heb ik gewoon echt even rust nodig gehad. Dus yes, we gaan er weer tegenaan. En ik neem jullie weer mee. En natuurlijk het masker mee voor David. Die ik had gemaakt. Deze. Gaat mee. En de kaars. Ik had nog een kaars gemaakt. En deze is ook met de geur appelkaneel, wou ik zeggen. Nee, sinaasappelkaneel. Super lekker. Yummy. Eens kijken of ik de weg een beetje normaal over kan. Aangezien volgens mij hier net optocht was in het dorp. Omdat er nog heel veel mensen in carnavalskleding hier rondlopen. Ah, ik sta in de weg. Hey guys, het is vandaag maandag. Het is altijd zo raar omdat er iemand anders. Oké. Doei. Hey guys, het is vandaag maandag en zoals jullie wellicht kunnen zien ben ik niet thuis. Nee, ik had jullie al verteld dat ik naar David zou gaan. Gisteren zijn we naar A Cure for Wellness geweest, naar de bios. En dat was wel echt een super gaaf film. Wel echt een creepy film ook, echt met nasty dingen. Maar goed, het was wel een leuk film en het was super gezellig. En nu gaan we lekker uit eten. En ja, misschien vanavond nog carnavallen. Even kijken of we dat nog gaan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe mijn dag eruit heeft gezien. Dus nu lekker eerst een hapje eten. Ik ben benieuwd waar we gaan eten. Want ik heb honger. Dus let's go. Ik koester jullie, hè. Guys, het is vandaag dinsdag alweer en dinsdagavond. Ik ga nu naar huis. Ik heb echt een mega, mega, mega leuk weekend gehad. Echt super leuk. En ik denk toch wel dat ik kan zeggen dat ik officieel verliefd ben.
Ik ben echt, ja, ik vind hem echt zo enorm leuk. Het klinkt ook echt gewoon super goed. Dus. Nu naar huis. We zijn nog naar bij de IKEA geweest. Ik heb een nieuw kussen gekocht, nieuw kussen slopen. En ik had nog gekeken voor wekpotjes, alleen die hadden ze helaas niet. Althans, die hadden ze wel, maar die waren echt best wel prijzig. Dus dat vond ik dan zonde, want dan moet ik de productprijs weer omhoog gaan doen. En daar zit ik niet zo op te wachten. Dus ja, daar lekker ook gegeten, zoals jullie konden zien. En nu op naar huis. En dan lekker slapen. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en ik ontbijt lekker weer met Brinta. Met wat noten en cranberries. En met een lekkere gember citroenthee. En ik ga vandaag de producten van de winactie op de post doen. Dus dadelijk gelijk door naar mijn pa even wat uitprinten. Zodat het op de post kan gelijk vandaag. Verder moet ik dus om 3:30 alweer beginnen met werk. Dus mag ik hier om 3:00 alweer weg. En ja, wordt het dus een vrij korte dag weer. En een lange avond, want we zitten weer vol. Het is vakantie, dus dan zitten we eigenlijk iedere dag wel vol. Ik was gisteren en eergisteren ook nog geappt of ik kon, maar ik zat in Eindhoven, dus dat ging hem gewoon net niet worden. Yes, dus vanavond weer knallen op werk als een malle. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en het is nu 12:30 of zo. Ik kom echt letterlijk gewoon net uit mijn bed sinds 1:30. Aangezien ik gisteren pas om 2:30 weer in bed lag omdat ik met de 3 zussen moest afsluiten. Yes, maar wel weer 9:30 gemaakt. Ik ben echt moe gewoon nu. Dus vandaag niet zo heel veel doen. Even rustig aan doen en vanavond weer werken. En morgen ga ik mijn kat terug naar het asiel brengen. Want ik weet niet, ik voel me er al een tijdje gewoon niet prettig onder dat ze zo weinig aandacht krijgt. En ik ben gewoon steeds langer per dag weg. En ze krijgt gewoon steeds minder aandacht. En daarnaast is het huis hier gewoon ook veel te klein voor haar, merk ik. Ze heeft echt ruimte nodig en die kan ik haar niet geven. En ja, als ik gewoon de hele dag weg ben, dan is dat gewoon zielig. En daarnaast, ja, financieel gezien is het ook gewoon niet praktisch en niet handig voor mij. Dus nu zat ik te kijken en ben ik dus eigenlijk verplicht om haar terug naar het asiel te doen. Omdat ik haar een soort van in bruikleen heb of zo, kwam ik achter. En die kosten die zijn ook niet mis. Maar goed, nou kan ik hem dus morgen kan ik er terugbrengen en dan kijken we even hoe en wat. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Dat gaat dan wel ineens even heel snel. Maar ik denk dat het voor haar is het gewoon echt zoveel beter als ze een ander huisje krijgt. Want dit is gewoon echt niks. Ze krijgt echt, ik kan haar gewoon echt niet de aandacht en liefde geven die ze nodig heeft. Dus ja, dan baal ik gewoon dat ze terug moet naar het asiel. Want anders had ik zelf gewoon een liefdevol huisje voor haar gezocht. Maar ja, dat kan dus gewoon niet. Want dan krijg ik een boete van €500 als ik dat zou doen. Dus ja, dan moet het wel op deze manier. Verder ga ik vandaag de kwijtschelding van de waterbelastingen en dat soort dingen aanvragen. Van de rioolheffingen en dat soort dingen. Aangezien dat ook weer 300, nog wat euro's, 350 of zo. En met mijn loon, ja, dat zit net boven het minimum. Dus dat schiet gewoon echt niet op. Dus kijken of ik dat kwijtgescholden kan krijgen. Ik kan het altijd proberen natuurlijk. En verder gewoon rustig aan doen denk ik vandaag. Zo, net nog wat shampoo bars gemaakt. En ik heb 2 grote gemaakt. En heel veel kleintjes. Want ik dacht dat is ook wel handig om te maken. Met name als je dus mee wilt nemen of wat dan ook. Dan is zo'n kleine shampoo bar veel handiger. En hier kan ik natuurlijk ook veel minder voor vragen. Dus dat is ook wel leuk. Dat ik in verschillende prijsklasses kan variëren. En in deze shampoo bar zit ook zout en... Deze is, zout en klei trouwens. En is gebaseerd op de geuren sinaasappel, sandelhout, kaneel en citroen. Het is ook nog een super lekkere geur. En er zit ook gewoon gemalen kaneel doorheen. Als je goed kijkt, zie je dat. They look so yummy! Vrijdag en ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb mijn bed opgemaakt, zoals jullie konden zien.
en lekker ontbeten. En nu ga ik naar mijn pa even het BSR-formulier uitprinten. Ik dacht namelijk dat je dat online kon insturen. Dat zei die vrouw, maar ik kan nergens vinden hoe dat dan moet. Dus ik print het maar gewoon uit en ik stuur het maar per post op. Of alhoewel, ik doe het daar dadelijk gewoon denk ik in de brievenbus. Want ik kom er toch, ik moet toch naar Tiel om Lil weg te brengen naar het asiel. Dus, yes. En daarna dus Lil inderdaad naar het asiel brengen. Ik vind het nog steeds echt lastig. Ik denk ook echt wel dat ik er ga missen, maar... Ik denk ook echt dat het gewoon echt zoveel beter voor haar is. Dus ja, dat hou ik maar in gedachten. Dan is dat net iets minder pijnlijk uiteindelijk. Zo, was nog maar net hè? Ja, let's go. Ja, uiteindelijk mag je eruit hè. Zo, ze is nu... Weer bij het dierenasiel. En ik hoop echt dat ze een goed plekje krijgt. Ik vind het wel echt super moeilijk. Merk ik nu. Bleh, maar goed. Ik hou in gedachten dat ze een goed plekje krijgt. En dan ja, hoop ik gewoon. Ik hoop het gewoon. Ja. Zo, lekker avondeten nu. En het is bulgur met druiven, pijnboompitten. En met rozijnen. Smakelijk. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik ontbijt met een lekkere fruitbol, om het zo maar te zeggen. Het is havermout, of havermout, Brinta, met sojamelk en verder nog chiazaad, banaan, bosbessen en wat kokosrasp. En een lekkere thee en die ga ik nog even uitzoeken. Dat wordt denk ik rooibos. Aangezien ik echt last van mijn keel heb. Zo. That will do it. Het is dus vandaag zaterdag en dat betekent dat dit alweer de laatste dag is van de vlog. Ik ga vandaag nog even naar mijn zusje, want die is jarig vandaag. En die wordt alweer 24 volgens mij. Oh jee, gaat snel. Dus daar ga ik even op de koffie. Even feliciteren en verder ga ik nog even boodschappen doen, even opruimen. Want vanavond komt David weer langs, superleuk. En ik moet vanavond ook werken, dus als ik dan zeg maar thuis kom, dan is hij al bij mij thuis. Dat is wel superleuk. En ik zag trouwens dat ik comments had al meerdere malen over of ik iets kon vertellen over ja, apps en daten en zo. En op zich kan ik daar wel iets over vertellen. Ik merkte dat heel veel van jullie er moeite mee hebben dat heel veel jongens vaak gewoon willen afspreken voor de seks. En ik heb daar ook wel last van gehad. Dat is echt heel secuur bij bepaalde apps. Al denk ik toch wel echt dat het met name ook aan de leeftijd ligt. Want toen ik 24 was, had ik natuurlijk, er waren wel jongens die ook al serieus waren en zo. Anders had ik ook geen relaties gehad. Maar tegenwoordig is dat toch anders, heb ik het idee. En met name op apps. Ja, ik vraag me af of je daar echt als 24-jarige of als 20-jarige de ware gaat tegenkomen, zeg maar. Ik denk niet dat hem dat gaat worden. Ja, hoe selecteer je daarop? Hoe filter je daarop? Ja, ik denk dat dat inderdaad heel makkelijk is als een jongen gewoon bij je thuis wil afspreken of een filmpje wil kijken of in die richting dingen wil doen, dan merk je natuurlijk al heel snel van oké, het gaat echt puur om de seks en... Als jij daar oké mee bent, dan is dat oké. Maar als je echt op zoek bent naar iets vast, dan zou ik daar niet op ingaan. Dan is het gewoon next, heel simpel. Dus heb voor jezelf ook duidelijk waar je naar op zoek bent en wat je verwachtingen zijn, zeg maar. Wil je echt, ja, echt een vaste relatie, weet dan ook wat je daarin verwacht, zeg maar, van iemand. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Ik ben er ook van overtuigd dat als jij weet wat je wil, weet waar je op zoek naar bent, dat je dat vanzelf wel aantrekt en dat diegene vanzelf wel op je pad terecht zal komen. En misschien niet gelijk, maar dat komt echt wel zeker wel op je pad dan. En soms is het denk ik ook dat we gewoon zo snel willen allemaal. En we willen het liefst vandaag nog de ware en we willen het liefst vandaag nog alles hebben wat we willen. En ja, dat gaat gewoon vaak niet zo. Soms hebben we gewoon geduld nodig en moeten we eerst keihard op onze bek gaan voordat we ervan leren. En ja, dat is het leven en dat blijft ook zo. Dus
Ik denk dat geduld ook daarin echt wel een kwestie is waar je rekening mee moet houden. Heb gewoon geduld en dan komt diegene echt wel vanzelf op je pad als jij daar echt op zoek naar bent. En als jij dat echt heel graag wilt, zeg maar. En ik denk ook dat als je echt op zoek bent naar de ware, dan heb je ook dan neem je daar ook de tijd voor. Want dan wil je niet met de eerste beste iets beginnen. Dan ben je echt op zoek naar iemand die echt bij je past en die je echt gelukkiger maakt ook. En die echt een aanvulling is op je leven. En ja, dat kost soms even tijd. Dus don't rush. En dan komt het vanzelf echt wel goed, weet ik zeker. Dat wilde ik dus toch even zeggen. Ik hoop dat jullie de weekvlog weer leuk vonden. Ik wil je natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag weer volgende week terug bij een nieuwe weekvlog. Doeg!